Stel je voor, je zit met je beste vrienden in een enorm huis. Buiten regent het, maar binnen is het warm en comfortabel. Er is genoeg te drinken, er zijn lange slierten kaasfondue, er is een warm bad en een sauna. Oh, en er is ook een bos waar het helemaal stil is. Dat noem ik vakantie. Goedemorgen. Het was niet zo'n goede nacht. Ik sliep pas om 5 uur. Ik dacht aan iets op mijn werk. En ik werd er zo boos van. Het is wel lekker zonnig. Het is mooi weer, Marinus. Heerlijk weer. Oh, de kleuren vallen ook een beetje tegen. Dit is maar een grauwigheid. Nou ja. Ik heb al tevoren gezien waar meer kleur in zit. Even zien. Dat is op chips. Ga je hardlopen? Je moet. Moet dat ook in zo'n strakke legging? Ze hadden niet strakker. Huh? Hij is hier nog een beetje wijd. Godzame. Lukt het? Godverdomme. Kijk hoeveel niks hier is. Een en al niks. Heerlijk. Vandaag gaan we volgens mij naar een dorpje in de buurt. Verder staat er weinig op het programma behalve gehaktballen. En misschien even een klein dutje. Welke van de 4 badkamers zou ik vandaag eens gaan douchen? Ik denk deze. Joost, waar gaan we heen? Naar Bitburg. Wat gaan we daar doen? Heel veel bier zuipen! We zijn ergens anders. We zijn in Prüm. Oh. Prüm is een beeldschoon dorpje met een kerk waar ze de sandalen van Jezus bewaren. Ach, en jij hebt goede herinneringen toch hieraan? En ik heb hier goede herinneringen aan, want wij zijn hier 31 jaar geleden op vakantie geweest. Nou, dat lijkt me een avontuurlijk af. En het elke dag. Dat is nu. X. Wel eens dat je zoiets treurig ziet. Ja. En je denkt, oh god, snel weg hier. En dat alleen maar erger wordt. Het is wel het treurigste dorp waar ik ooit ben geweest. Zit er middenin. Hier kunnen we lekker iets wat eten. De Lidl. Oh. Holy shit! What the fuck? Wil je niet je vinger tussen? Echt een cirkelzaag. Kijk, onze Fruit Loops, maar dan voor katten. Ik weet niet of het kan zien, maar ik zit in de sauna. Oh mijn god, ik snap niet dat mensen dit voor mijn lol doen. En ik kan helemaal niet voorstellen dat mensen seks hebben in de sauna. Oh. Het is de hele tijd een graad of 30 hier in huis. We hebben alle thermostaten geprobeerd omlaag te draaien, maar het blijft hier bloedje heet. En het is soms wel heel lekker als je 's morgens uit bed komt en dan met je blote voeten over de warme tegels. Als ik nu de sauna uitkom met bubbelbad en ik wil even afkoelen, moet ik eigenlijk naar buiten. Hoe gaat het met de balletjes? Als je droge ballen wil, moet je een slecht fornuis nemen. Oh. Fornuis is niet heet genoeg. Je krijgt geen kleur. Grijze ballen. Niemand wil een grijze bal. Nee. Lekker AVG'tje. Zo, dat was alweer onze laatste avond hier. Morgen hebben we nog wel ongeveer tot 6 uur. Dan moeten we weg.
Jesse had weer heel lekker gekookt. En toen hebben we Wie is de Mol gekeken en Ik Vertrek gekeken. En terwijl de rest een spelletje speelde, heb ik een klein dutje gedaan op de pornobank. Ja, hopelijk vannacht beter slapen en morgen nog lekker een dagje in de Eifel. Wat rusten. Sommige mensen die zeggen dat ze tijdens het sporten het fijn vinden om even lekker over alles na te denken. Maar ik vind het juist zo lekker als je lang genoeg hard loopt, of in mijn geval zacht loopt, dat op een gegeven moment je verstand op nul gaat. Alleen nog maar denkt, doorlopen, ademhalen, benen optillen. Moet je kijken, wat een bos. Dat is toch iets anders dan Hilversum. Stuk nat ook. Ik dacht, ik doe even mijn muziek uit. Dan kan ik van de stilte genieten. En die is behoorlijk intens. En terwijl ik stilsta, zie ik ineens 4 reetjes wegrennen. Super vet. Kijk. Reeënkeutels. Ik wilde net zeggen, het is niet echt een bos met een pad. Dus je kan er niet echt rennen. En je moet ook niet verdwalen. En toen kwam ik hier. Een pad. Het is zondag, onze laatste dag hier in het huis, helaas. Ik had best nog wat langer willen blijven. Ik heb net een stukje hard gelopen. Ging best wel chill, volgens mij iets van 5 kilometer in totaal. Ik was eigenlijk nog helemaal niet moe. Alleen mijn knieën begonnen een beetje pijn te doen. We hoeven pas om 6 uur uit het huisje, dus we hebben echt nog wel een lekkere dag hier. Ja, ik had dus nog wel wat langer willen blijven, terwijl ik normaal gesproken op vakantie altijd wel na een paar dagen weer naar huis wil. Het is een heel fijn huis, warm en comfortabel en het is heel gezellig. We hebben een hele fijne groepsdrukloze vriendengroep. Iedereen loopt de hele dag lekker in zijn pyjama rond, dus dat is ook heel erg chill. En nu gaan we denk ik kaas fonduen voor de lunch. Dat hoort zo. Ja, maar het klinkt zo vies. We staan hier bij een typisch West-Duitse, ja, wat is het? Amfoor. Er kan 600 liter in. En kleine kinderen. Tot de volgende aflevering. Van Archeologie met Jesse. Zo, dat was onze laatste wandeling voordat we weer naar huis moeten. Oh ja, sorry. Vonden jullie het leuk allemaal? Heerlijk! Het was heel leuk. Zullen we op het toilet? Hallo? Hallo? Ga je mee naar huis? Hij zit echt nog niet meer uit. Vond je van ons weekend, lang weekend Eifel? Ik vond het heel leuk. Ik vond het heel gezellig. En ik vond het fijn omdat ik het heel druk heb op mijn werk. Ik heb gewoon lekker kunnen werken. En het was niet heel stressvol. Dat vond ik heel fijn. En we hebben een vette leader gemaakt. Ik vond het heel relaxed. Ik heb heel veel series afgekeken. En gesaunaat, gejacuzzied, alles. Ik vond het een beetje te kort. Ja, hè? Ja. Eens. Ja, dat is, ik had wel een paar dagen nog te langer kunnen blijven. Ja. Ik heb alleen maar geslapen eigenlijk, voor mijn gevoel. Oh, daar was jij? Ja. Leuk. Beetje weinig drank. Ik vond het een leuk weekend. Ik vond het landschap heel mooi deprimerend. Ik vond het ook heel leuk. Het had ook langer mogen duren en ik vond het lekker dat er niks was.
zowel in huis als in de omgeving. Gewoon. Ja, dat was het enige jammer dat er niks was. Hier ben ik. Terug uit de Eifel. Ik hoop dat jullie net zo relaxed zijn geworden van deze vlog als ik van dit weekend. Check ook de vlogs van Doak en Martijn, die staan in de beschrijving gelinkt. Doei! Check ook even de YouTube kanalen van Martijn en Bram. Check ook even de kanalen van Doak en Joost. Check ook even de kanalen van Martijn en Bram. Check ook de vlogs van Martijn en Bram.